We gaan het land in. Wij trainen hier als Nederlands team prachtig op Papendal. En daar worden wij zelf heel veel beter van. Maar we willen nog meer impact krijgen op het Nederlands korfbal. Kijk, in oktober hebben wij de EK in eigen land in Dordrecht. En wij willen dat ook zoveel mogelijk mensen daar naartoe komen. En daarom gaan we naar de mensen toe. En proberen wij de clubs te helpen zoveel mogelijk korfballers te genereren. Zoveel mogelijk mensen te bereiken. Daarom spelen wij in het land daar oefenwedstrijden. En ook geven we daar clinics voor kinderen. Demonstraties, maar ook presentaties. En dat is fantastisch om dat te doen. Al met al om zoveel mogelijk binding te krijgen met de rest van het korfbal. Zodat we straks in de EK in Dordrecht in oktober, dat we daar een gigantisch succes van gaan maken. We gaan naar regio Meppel. Daar gaan wij de dinsdag gaan we al naar de scholen toe om daar clinics te geven aan zoveel mogelijk kinderen. Om zoveel mogelijk te enthousiasmeren, zodat ze 's avonds naar Nijveen komen om de wedstrijd te gaan bekijken. Daar spelen wij tegen DOS 46 en ook nog een stuk onderling. En de volgende dag gaan wij naar de clubs toe. Gaan wij naar de lokale korfballers, dus bij verschillende clubs gaan wij ook daar weer clinics geven. Ook weer om zoveel mogelijk enthousiasme te genereren en zoveel mogelijk onze kennis te delen. In de jeugd speelde ik bij ASCO destijds, heet nu AVO. En eigenlijk gingen de kampioenschappen eigenlijk altijd tussen ons. Hè? En in de tijd dat Harald Lucas eigenlijk een beetje de frontman was van dat team, verloren wij veel. Eigenlijk altijd net niet. En Dani Hulsenbos was dan vaak de coach van dat team. Dus dat is dus helemaal de competitieve kant. Aan de andere kant, als liefhebber ging ik altijd kijken bij het eerste. En stond ik daar in de Eendracht en ik stond daar bij de Grifte Zuid. En heel hard Magic Daan te roepen. En het is een geweldige tijd en geweldige herinneringen aan het sfeertje. En ik denk eigenlijk dat er niet zo heel veel veranderd is. Dat er eigenlijk nog steeds een warme club en een geweldige cultuur. En ik ben blij dat DOS weer op het hoogste niveau speelt. En dat hij zich weer laat zien zoals ik ze ook herinner. Ik verwacht dat mensen naar huis gaan met het gevoel van wauw, heel hoog niveau en heel mooi, goed spel. Onze uitdaging als team is het respect te krijgen van het Nederlands publiek. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want je bent de beste van de wereld. Dan verwachten mensen altijd heel veel en dus ligt de lat altijd heel erg hoog. Maar de uitdaging geven wij dat we eigenlijk een soort van de harten van de mensen proberen te veroveren. Dat doen wij door geweldig spel te spelen en ons op een bepaalde manier te presenteren. Zodat we toegankelijk en open zijn en noem het maar normaal. En ik denk dat die mix bij elkaar, samen van dat we tegen DOS spelen, wat natuurlijk een goede ploeg is. Denk ik dat het een hele mooie wedstrijd kan worden waar mensen van kunnen genieten. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Zit je in groep 3 tot en met 8 van de basisschool? Geef je dan op voor de clinics en ik garandeer je dat je een geweldige middag zult hebben. Dus tot snel.